Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik geleid werd om opnieuw een gesprek te doen tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Zoals je ziet liggen er twee extra kaarten. Dat is omdat het zo werd doorgegeven. En ik word ook geleid om eerst te kijken waar dat de schaduw zit bij de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Dus dat gaan we eerst doen. Die kaarten heb ik nog niet getrokken. Dus dat doe ik eerst. Met de, deze is voor de mannelijke energie. En de vrouwelijke. Voilà. En dan gaan we eens zien waar dat de boodschap is. Bij de mannelijke energie krijgen we de wereldkaart. Met renewal, hergeboorte, reïncarnatie en calibration. Deze er onmiddellijk bij nemen. En dit is de Tower, ja. Dat ik al inderdaad al voelde. Dat is ook de reden waarom ik deze video doe. Omdat ik voel dat er bij de mannelijke energie van allerlei dingen gaan gebeuren zijn in een 3D-realiteit, dus in de 3D-wereld. Zoals je weet, we hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. En afhankelijk van waar je staat in je proces, dan ga je deze dynamiek die we hier nu gaan bespreken ook in je eigen leven gaan ervaren. Afhankelijk van waar dat de dingen zijn dat je zelf tegengehouden hebt, waar dat je zelf nog niet volledig geheeld hebt in die mannelijke energie, ga je merken dat je daar tegen een aantal stukken zal aanlopen. Bekijk het in de zin van voor een connectie, dan, en je ziet jezelf eerder als de vrouwelijke energie, dan is het handig om te weten dat je mannelijke energie doorheen heel wat turbulente momenten gaat. En dat dat ook een van de redenen kan zijn waarom dat er bijvoorbeeld op dit moment geen communicatie is, of zo goed als geen communicatie. Dat betekent ook als je, want zodra dat de komende dagen bijvoorbeeld, of in de loop van volgende week, dat er opnieuw weer communicatie zou zijn, dat goed is om in je achterhoofd te houden dat dit towermoment er geweest is. Maar weet ook, en zie het ook vanuit de hogere visie, dat ook te maken heeft met die hergeboorte. Zodanig dat al hetgeen dat echt niet meer afgestemd en uitgeleend is, en dus niet meer verbonden is met die ziel, maar die het enkel en alleen nog voortgekomen is vanuit het ego, dat er echt letterlijk weggetrokken, zoals echt in een vortex getrokken is, in een zwart gat getrokken is. En dat dan natuurlijk de mannelijke energie wat teneergeslagen, wat verbluft, met de knie op de grond het beeld dat kreeg, achtergelaten heeft. Omdat ze heel lang een aantal stukken gedaan hebben. Ideeën hadden over dat, hoe dat hun leven zou gaan, hoe dat alles zou moeten gaan. Maar het kwam natuurlijk voort van het ego. En dat wordt niet langer toegestaan. Dus dit is wat dat gaande is in de mannelijke energie. Ik ga het eventjes zo leggen, zodat we straks ook die kaarten kunnen zien. Wat zien we dat er gaande is bij de vrouwelijke energie? Emotion, control of self, met 8. Dus het gevoel dat ik er ook bij krijg, is dat het onmiddellijk ook weer te maken heeft met de overvloed. En dus dat de vrouwelijke energie eigenlijk ook mag gefocust zijn op haar eigen mannelijke energie, dus op haar eigen realiteit, naar buiten gericht, maar telkens vanuit de emoties. Dus niet meer alleen maar vanuit, vanuit de mind, maar echt vanuit emoties zichzelf gaan controleren. Hetgeen wat hier ook is, en dat uiteindelijk ook mooi samenhangt, is dat doordat het towermoment gebeurt in je mannelijke energie, dat je ook beter gaat leren om met emoties om te gaan. En om de emoties er ook gewoon te laten zijn. En dat je eigenlijk op die manier vanuit een hogere energie, vanuit een hogere frequentie in staat bent om jezelf te gaan controleren. Dat wil niet zeggen dat je daarom de emoties niet moet toelaten. Maar ze wel op een goede manier gaan leren interpreteren en gebruiken. Wat krijgt de mannelijke energie? De doodskaart. De vrouwelijke energie, sorry, de doodskaart. We zien hier ook schorpioenteken. Schorpioenteken, dat is eigenlijk de, wordt altijd afgeschilderd als de dark side, de donkere kant van de zodiacstekens. En dat is hetgeen wat hier eigenlijk wel mee wil zeggen, is dat het oké is om ook doorheen die donkere emoties te gaan. Om ook die donkere emoties uit te drukken, want ik krijg heel veel keelpijn op dit moment. Dus dat heeft ook te maken met keelchakra, met verdere ontwikkeling van het keelchakra. En wetende dat dit een onderdeel is van jouw proces, dus in de vrouwelijke energie, maar dus ook in combinatie met de mannelijke energie. En hoe meer dat je op een neutrale manier kan gaan kijken naar emoties,
of dat ze nu positief zijn of negatief zijn, of goed of slecht voelen. Het is een manier van je lichaam of je ziel om te tonen hoe ver dat je afgeweken bent van je zielspad, of dat je exact op je zielspad loopt. En dus de vrouwelijke energie gaat hier nog eigenlijk nog een stuk dieper in. Dieper in de diepte, maar om ook beter te kunnen begrijpen waar de mannelijke energie op dit moment doorheen gaat. En wat is in de connectie gaande? Disappointment. En dus vooral in de mannelijke energie. Want je ziet, kijk, hoe mooi dat eigenlijk werd. Hier zie ik weer de mannelijke energie en hier zie ik ook weer het schorpioenteken. Dus beide, het is een beetje het thema en de connectie, worden gevraagd om te kijken van wat is hetgeen waar ik over ontgoocheld ben. Wat zijn de dingen dat ik dacht die mijn vervulling brachten, maar is eigenlijk totaal gebleken een verkeerde keuze geweest? En wat kan ik gaan doen zodanig dat het weer afgestemd en uitgeleend is met mijn hogere zelf, met mijn ziel? Want dat is hetgeen dat uiteindelijk ook weer de volgende fase in het proces gaat brengen. Ik ben eens aan het zien, wacht, hè. Dit is 21 en 16 en hier hebben we 8 en 8, twee keer. En deze is 5. Dus voor sommigen is dat misschien een belangrijk teken. Sowieso bij de vrouwelijke energie zie je dat overvloed ook meer gaat beginnen stromen, maar met die twee keer die 8-8. Wat zegt de eerste boodschap? Door het feit dat hij allemaal meemaakt, de mannelijke energie, en het feit dat alles lijkt in zijn 3D-wereld, zijn realiteit lijkt in elkaar te storten, verlangt hij nog meer om jou gewoon te overweldigen en volledig te overspoelen met zijn liefde. Met de liefde dat hij voelt voor de vrouwelijke energie. Wat zegt de vrouwelijke energie? Timing and intentions. Dus we zien hier ook een 10 teken. We zitten aan het einde van een bepaald hoofdstuk, een bepaalde cyclus. En de vrouwelijke energie zegt, de planeten activeren ons om te helen. Dat is ook hetgeen wat er nu op dit moment ook gaande is, met Mars en Venus als die in een conjunctie staan met elkaar. En die inderdaad ook helpen om mannelijke en vrouwelijke energie dichter bij elkaar te brengen. En wat zij zegt, of geeft dat advies aan de mannelijke energie, geef je over aan veranderingen. Maar dat is eigenlijk de grootste reden waarom dat die tower moment gebeurd is. Omdat er eigenlijk nog te veel weerstand was, omdat er nog te veel controle was. Want ja, er was een bepaalde identiteit vormgegeven, een bepaalde materie, welvaart, zekerheid gecreëerd. En dat gaat eigenlijk allemaal wegvallen. Wat zegt de mannelijke energie? Ik ben aan het worstelen met codependency, dus met afhankelijkheid. Ja, en hij bevestigt ook. Ik ben bang om oude copingmechanismen, oude manieren van hoe dat ik leven, mijn leven vorm gaf, oude manieren om dingen aan te pakken, om situaties aan te pakken. En zeker wanneer dat gaat over werk en business, en dan had hij daar geen problemen geweest zijn om voor een stuk zijn ego te laten spreken. Maar natuurlijk, wanneer het gaat over deze connectie en over liefde, dan werkt dat niet meer. En dat geeft een aantal van zijn overtuigingen, van de mechanismen dat hij had, door die diepe zielsconnectie dat er was, werkte niet meer. En dat natuurlijk heeft hem ook, of laten we zeggen, zijn basis, zijn veiligheid, een stukje aan het wankelen gebracht. Wat zegt de vrouwelijke energie? Ik ben moe van, om fysiek van je weg te zijn. Ik probeer het... wacht, hè. Ja, ik probeer mijn angsten te verwerken, zodat we terug bij elkaar kunnen komen. Of dat ik terug bij jou kan komen. En ook hier is het belangrijk dat je begrijpt dat er eigenlijk nooit geen scheiding is. Het lijkt wel zo in het fysieke, maar er is nooit geen scheiding. Iets wat ik mezelf ook altijd zeg, op momenten dat ik het moeilijk heb, bijvoorbeeld met de fysieke scheiding, of wanneer dat er wat minder contact is door de dingen die gaande zijn in zijn leven, is gewoon het feit van, vooraleer ik wist en vooraleer dat ik er de ogen en het gezicht en de naam kon opkleven van wie dat die energie was dat ik voelde, dan was ik ook al perfect oké. En was ik gelukkig in de fase en het proces en wie dat ik dan was natuurlijk. Dus dat betekent dat als ik het toen kon, vooraleer ik wist wie dat mijn tweelingvlam was,
Waarom zou ik dat nu niet kunnen? Integendeel, het zou eigenlijk nog veel gemakkelijker moeten zijn. Wetende dat er inderdaad iemand geïncarneerd is met die energie. En dat het niet enkel alleen maar in energie is, maar dat de mogelijkheid ook bestaat om fysiek samen te zijn en verder te gaan en dingen neer te zetten. Maar we moeten natuurlijk allebei ons werk gaan doen. En de stukken rond copingmechanismen, andere relaties en wat dan ook, dat er maar is die nog gaande is, in jullie connectie loslaten en transformeren. Wat zegt de mannelijke energie? Luister niet naar anderen, maar vertrouw jezelf om de waarheid te weten. Ja, hij zegt het tegen jou en tegelijkertijd zegt hij eigenlijk dat ook als bevestiging tegen zichzelf. Omdat hij door de dingen die gebeurd zijn of aan het gebeuren zijn in zijn 3D-wereld, eigenlijk ook meer en meer beseft van dat anderen niet weten en beseffen of begrijpen waar dat deze connectie over gaat. Zij voelen niet wat dat hij voelt. En de enige die hem volledig begrijpt en ziet zoals dat hij die van binnen is, en misschien zelfs nog beter kent dan hij zelf, dat is de vrouwelijke energie en ook omgekeerd. Wat zegt de vrouwelijke energie? Onze energie is vast. Dus we staan op een soort van stilstand, althans dat lijkt het zo. En dan op die momenten gebeuren er triggers om die standvastigheid en die pauze of die stilstand eigenlijk te verbreken, zodat de energie weer kan gaan stromen. Ja, dat is zo. En dat is vaak ook op momenten waarin dat bijvoorbeeld de vrouwelijke energie een quantum leap maakt, dus verhoogt in energie, en de mannelijke energie nog niet helemaal mee is. Ik heb dat ook in vorige video's al besproken, dan gebeurt er altijd een soort van breuk, waarin dat de vrouwelijke energie weer eerst vooraf gaat, en de mannelijke energie krijgt dan de tijd om de vrouwelijke energie bij te benen. En natuurlijk, hoe lang dat duurt, hoeveel tijd dat neemt, en ook daarom gaan er hoogstwaarschijnlijk ook verschillende ontgoochelingen zijn, vooral dan bij de vrouwelijke energie, heeft te maken met de vrije wil van de mannelijke energie en de lessen dat hij of zij nog dient te leren, dus de mannelijke energie dan. En zoals hij weet, hij of zij, dus de mannelijke energie kan zowel in jezelf, en kan ook, het heeft niks met geslacht te maken, dus daarin moet je ook voor jezelf toepassen, en het verhaal invullen zoals dat past in jouw leven. Wat zegt de mannelijke energie nog? Tijd en intenties. Er zijn onbewuste angsten die onze mogelijkheid om liefde en overvloed aan te trekken beïnvloeden. Het universum helpt ons om die bewust te maken, zodat we gemakkelijk kunnen aantrekken wat we willen, waaronder ook elkaar. Ja, en dat is ook een stukje hoe dat werkt. Ik denk in een van de laatste video's deze week heb ik het ook gezegd, dat het gaat niet over aantrekken, het gaat over resoneren. En dat is ook hetgeen waarin je dan die separaties ziet. Wanneer je niet meer op dezelfde frequentie zit, dan begrijp je elkaar ook niet meer op de juiste manier. En dat is ook de grootste reden waarom dat mannelijke energie en ook bijvoorbeeld vrouwelijke energie andere partners aantrekken, omdat die op dat moment wel op de frequentie zitten, op de juiste, dezelfde frequentie zitten, om een aantal lessen te leren, om angsten los te laten. En om eigenlijk weer een stuk verder in eigen groei en eigen zielsgroei te gaan. En wat antwoordt de vrouwelijke energie daarop? En dat is ook weer een mooi om te eindigen. Union, eenheid. De vrouwelijke energie gelooft nog altijd in eenheid. En terecht. En ze zegt ook van onze liefde zal zich manifesteren via de eenheid tussen ons hart en onze mind. Dus hart en onze gedachten, emoties en onze gedachten. Door die gebieden uit te breiden, te laten groeien. Ik hoor ook het woord controleren, maar dan niet vanuit het ego, maar vanuit liefde. En dus te leren om mee te gaan in die flow. Dan ga je ook leren dat... ga je eigenlijk ook jezelf toestemming geven om... zodat de liefde tussen jullie ook gaat groeien. En ik heb dat ook al vaak gezegd, dat het eigenlijk het tweelingvlampad gaat over leren wat dat onvoorwaardelijke liefde is. En dat betekent dat we heel veel ideeën over relaties en zo verder en zo meer eigenlijk mogen loslaten en gaan transformeren. Oké, okay, dan kreeg je dan onmiddellijk een kaart van Aartsengel Michael met I Am Presence. Ik voel dat er nog zijn. Ja, voilà, hier zijn ze al. Dan hebben we nog Aartsengel Haniel met Wilskracht. Ik ga ze naast elkaar leggen. Dan kan je kijken wat dat hetgeen is dat je meest aantrekt of waar je meest naartoe getrokken wordt. Dan Aartsengel Gabriel met inspiratie. En, ligt ondersteboven. Aartsengel Raphaël met empathie. Dus dat zijn ook de kleuren van de vlammen, de universele vlam waarmee je kan werken. Je hebt niet het gevoel dat je met alle vier tegelijk moet gaan werken.
Maar dat je diegene moet kiezen die voor jou nu het meeste van toepassing is. Oké, en ik hoor dat ik nog een extra boodschap moet geven per kaart. Oké, dan gaan we dat doen. Welke? Oh, die van de vlammen, oké. Dus ik ga per kaart, dus per die vier vlammen, nog een extra boodschap geven. Blijkbaar is dat nodig. Dus kies eerst nu voor jezelf wat dat is waar je het meeste naartoe getrokken wordt. Dat kan één zijn, twee, ja, misschien ook alle vier, wie weet. En dan zijn dit de extra boodschappen. Ik ga zien, ik heb 1, 2, 3, 4. Ja. Voor de I Am Presence met Aartsengel Michael hebben we extra boodschap. Kies om de beste versie van jezelf te zijn. Voilà, dan gaan we dat mag overleggen. Het wordt hier een klein rommeltje, maar ja, dat maakt niet uit. Dan bij Haniel en Willpower hebben we je magische kracht. Zet hem in het kiezen van je gedachten. Aartsengel Gabriel met inspiratie krijgen we zuiver de energetische kanalen van het lichaam. En aartsengel Raphaël met empathie hebben we stem elke dag af op je wensen en verlangens. Voilà, dat zijn extra boodschappen voor jullie. Mocht je mij nodig hebben als extra ondersteuning of om een aantal beter inzichten te krijgen rond de dynamiek die gaande is in jouw connectie, stuur mij gerust een e-mail of een bericht via de contactpagina. Dan we kijken op welke manier we kunnen samenwerken. Sowieso raad ik u aan om echt te leren werken met de vlammen. En daarvoor is het programma Universele Vlammen. Ik was aan het denken, hoe heet het ook alweer? Maar ja, even een blackout. Dus op de website www.96vlammen.be. Daar vind je eigenlijk alles terug van het programma. Het is ook niet meer zo duur zoals dat ooit geweest is, omdat er ook nog één op één begeleiding inbegrepen zat. Dat doe ik niet meer om verschillende redenen. Maar ook vooral omdat ik geloof dat iedereen alles in zich heeft om zijn eigen processen, zijn eigen healing in handen te nemen. En daarom probeer ik ook zoveel mogelijk video's en boodschappen te channelen via deze video's en audio's. Omdat al de rest wat ik gecreëerd heb van cursussen, e-book, programma's tot nu toe en nog zelfs, ik ben ook nog bezig met schrijven van andere dingen natuurlijk. Die zijn er ook allemaal om verder informatie te channelen. En als jij voelt dat je klaar bent om echt je eigen roei en eigen bewustwording in handen te nemen en het om echt op een manier te gaan doen die ver vooruit de tijd is waar de meeste mensen in geloven dat mogelijk is, dan zijn die universele vlammen jouw way to go. Dan is dat gewoon jouw volgende stap in jouw bewustwording. En ook daar, als je het programma volgt, ook al is er geen 1-op-1 begeleiding, maar als er vragen zijn, kun je die natuurlijk stellen via mail. Het is niet zo dat ik je volledig aan dat overlaat. Voilà, dat gezegd zijnde wens ik alvast een heel fijne vrijdag. En dan zie ik je in de volgende video. Dag!